Daar, achter die berg, is een nieuwe mass outbreak. En ga ik dus keihard kijken of ik een nieuwe shiny Pokémon kan vinden voor deze shiny only challenge. Laat in de comments weten welke Pokémon jij hoopt dat hier is. Ik zou een Fanfee wel leuk vinden. Dan heb ik een Donphan. Dat zou best wel nice zijn. Die past best wel goed in mijn team. En knal zeker even die duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren als je van Nintendo houdt. Want dan moet je gewoon op dit kanaal zijn. Oh, oh, telefoontje gaat. Oh nee, ik wil helemaal nog niet naar die Earthquaking Titan Pokémon. Ik wil nog helemaal geen ruzie maken met dat ding. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Welke Pokémon is het? Wat is de mass outbreak? We gaan het nu zien ongeveer. Silicobra. Silicobra's die hebben, zoals je hier ziet, groene ogen. Als je een shiny vindt, dan heeft hij gele ogen. En dan is zijn nek iets grijzer dan dat het nu bruin is. Dus we moeten vooral, denk ik, naar de ogen kijken. Nou, daar gaan we weer. 60 Silicobra's verslaan. Oké, dat was nummer 60. Ik doe er voor de zekerheid nog eentje extra. Dan hebben we de 61. Of als ik fout geteld heb of zo. Dan gaan we kijken hoor. Is er een slang met gele ogen hier van de partij? Groen, 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 groen. Nog meer groene ogen. Het zijn er wel veel. Dat is wel chill. Hopelijk blijven er gewoon zoveel spawnen. Dan moet er op een gegeven moment wel eentje tussen gaan zitten met gele ogen. Oké, we gaan weer kamperen. En als ik er eentje met gele ogen heb, dan kom ik bij jullie terug. Waar zijn alle shinies? Ik ben alweer 2 uur bezig en hij komt nog steeds niet. Oké, ik ben er wel klaar mee. Dit is de laatste keer dat ik ga picknicken. En anders moeten deze 3 musketeers moeten het gewoon gaan doen voor mij. Ik zie geen slangen met gele ogen. En ik zag ook geen groene Miss Drievers, helaas. Ik geef het op. Het is al bijna nacht. Ik moet bijna gaan slapen. En anders heb ik gewoon geen video voor jullie. Dus we gaan die kant op richting Iono. En misschien dat we daarna de Fire Starbase kunnen doen. Die zal nog wel lastig worden. Oh, dat is zo goed voor gewezen als we een Ground-type Pokémon in ons team hadden kunnen doen. Zo jammer dit. Hallo, mag ik jou verslaan? Let's go Acrobatics! Lekker. Oké. Blissey wil een nieuwe move leren. Heal Pulse. Die kan ik denk ik wel gebruiken. Die ga ik doen in plaats van Covet. Die kunnen we ook hebben. Ik ben ergens wel blij dat ik wel Fairy-type moves in mijn team heb. Want die zijn toch vaak wel super effective, merk ik hoor. We treffen vaak Pokémon waarbij Fairies gewoon goed zijn. Wat ze vlot. Bye bye, Noibat. Oké, ook een leveltje omhoog. Nu tegen een Zangoose. Dan gaan we gewoon even lekker door met Fairy-type moves. Alsjeblieft, jongen. Oh, voor Zangoose moeten we misschien wel oppassen. Let's go! Oké, we hebben hem, we hebben hem. Ik wil eigenlijk nog wel een random shiny tegenkomen. Dat heb ik wel verdiend, vind ik, hoor. Na 6 uur hunten, zonder shiny, verdien ik eigenlijk wel gewoon een random shiny. Gewoon hier zo voor mijn neus, plop. En dan gewoon liefst een hele goede ook, alsjeblieft. I don't wanna. What do you don't wanna? Hij wil zijn baan niet meer. Hij wil ontslag nemen, zegt hij. Jij wil zeker Pokémon trainer worden. Oh, Klefki. Oké. Ik denk dat je even je sleutel moet inleveren bij je baas. Gewoon zeggen, ik kom niet meer morgen. Ik neem ontslag. En dan gewoon je sleutels inleveren. Ja, ik wist dat Mega Drain niet zo effectief zou zijn. Maar ja, moet wat proberen. Volgens mij zijn al mijn moves niet zo heel goed tegen Klefki namelijk. Laat hem even slapen anders. Oké, als je even 5 beurten blijft slapen, Klefki, dan ben ik ook weer blij. Oké, dan kan ik even jouw HP Mega Drainen. Hij is alweer wakker, hoor. Natuurlijk ben je alweer wakker. Hij heeft precies 1 beurt geslapen. Fairy Lock, wat is dat nou weer voor iets? Oh, dan kan ik de volgende beurt niet wegrennen. Nou, scheelt, dat was ik toch niet van plan, vriend. Hoppakee. Nou, ik weet niet hoe slecht deze Pokémon trainer is, maar dat hij mij niet heeft verslagen, dat mag een wonder zijn. Oh, dat was het wel. Oké, chill. Eigenlijk moet ik gewoon 60 Psyduck gaan verslaan. Die zou je dan toch wel een keer shiny moeten zien en krijgen. Ik bedoel, die is dan blauw. Dat valt mega op. Beter krijgen we een keer een Psyduck, hoe noem je dat? Mega outbreak ding. Mass outbreak, dat woord zocht ik. Sorry, ik ben een beetje suf van 6 uur shiny hunten. Ik moet gewoon naar bed toe. Ja, het liefst had ik nu op dit punt in de game toch al wel 1 Pokémonnetje meer gehad minimaal, hoor. Maar het is toch wel moeilijk om ze te fixen. Even kijken, kan ik iemand een beetje een goede TM'tje leren? Ja, niet echt. Heb ik nog niet. Psybeam kan niemand leren, helaas. Fire Fang gaat ook niet werken. Zou Dreepy kunnen helpen tijdens deze gym battle? Ja, ook niet echt, denk ik. Ik moet denk ik gewoon Jumpluff gaan gebruiken. Die is level 31, gelijk de rest van de lijst. Want dan is die alleen nog maar een Grass-type. En hopelijk gaat het daarmee lukken straks. Maar eerst een battle tegen Nimona. Ze begint met Rockruff. Dat is natuurlijk een groot voordeel voor mij. En Nimona heeft ook 3 Pokémon. Oké. Dit scheelt. Rockruff kunnen we in 1 keer hebben. Dat is chill. Ik ben al helemaal vergeten welke starter zij heeft gekozen, hè. Ik weet ook niet meer welke starter ik heb gekozen. Oké, nu Palmy. Dat is dus een electric type. Ga ik proberen met Dreepy. Ik heb geen super effective moves, maar misschien dat ik het gewoon met Bite wel kan redden. Ja, oké. Palmy gaat zelf ook voor Bite. Ja, die is super effective natuurlijk. Oeh.
daar ging mijn Dreepy al bijna. Ja, we moeten dus wel oppassen inderdaad voor Dark-type moves met Dreepy. Oké, Quaxwell, dat is de Pokémon van Nemona. Nou, dat is helemaal nice. Dan hoeven we voorlopig misschien ook nog niet te veel problemen te verwachten van Nemona. Want die kan ik natuurlijk gewoon counteren met mijn Shiny Jumpluff. Ja, deze Pokémon is nog wel leuk. Quaxwell is nog wel leuk. Hierna wordt hij een beetje meh, vind ik, met Quaquavel. Oh ja, ik had natuurlijk ook even moeten terrestrializen. Dat had wel handig geweest, Rick. Nemona zit wel op te letten. Oh, Quaxwell gaat work-uppen. Helemaal goed. Nou, ik had meer problemen verwacht van Nemona. Maar gelukkig heeft zij vooral types die ik wel kan handelen. Dus dat is nice. Ik hoop dat je sterker wordt. Veel, veel sterker. Ja, ik hoop het ook. En ik hoop vooral dat ik nog 3 Pokémon erbij kan vangen voor de rest van mijn avontuur. Daar is ze weer, hoor. Iono! Oh ja, hiervoor zaten ook nog wat battles die we moesten doen. Hè. Elke keer als we dat mannetje hadden gevonden, dan moesten we een battle doen. Dat is waar ook. Ah, super chill. Ik kan die XP goed gebruiken. Ja, de enige weakness van electric types zijn natuurlijk ground type moves. Maar die hebben we gewoon niet. We hadden die Sandaconda heel goed kunnen gebruiken. Ik hoopte het zo. Maar nu moeten we het gewoon met deze 3 musketeers gaan doen. Volgende battle tegen Tynemo. Ik ben toch zo blij met mijn Mega Drain. Hatsaflatsi. En daar is Flaffy. Oh, Shiny Ampharos zou ook wel heel cool zijn. Die is roze. Die is echt heel vet. Hey, zit je nou even mij gewoon te paralyzen? Ik zit je net allemaal complimenten te maken, Flaffy. Dat je zo cool wordt later. Moet je niet zo vervelend gaan doen tegen mij. Oh, je gaat jezelf ook nog chargen. Je wil gewoon mij in één keer slopen straks, hè? Dat is niet oké, Flaffy. Oh, je doet takedown. Oh, dan ga je jezelf gewoon kapot maken. Weet je dat? Weet jouw trainer dat wel? Jouw trainer wist dat niet, hè? Oké. Jumpluff is nu level 32. Gaan we eerst even healen. En dan ga ik denk ik met Blissey beginnen. Omdat Iono gaat beginnen met een Wattrel. Dat is natuurlijk ook een flying type. Dus dan is het niet handig om met een Jumpluff te beginnen. Want die wordt dan alsnog gesloopt door de flying type moves. Oké, daar gaan we. Daar komt ze hoor, met de electric types. En inderdaad, ze begint met een Wattrel. Nou, gelukkig geen Kylo Wattrel. Dat geeft mij misschien ook de gelegenheid om even mezelf te gaan verdedigen. Even flinke defense curls doen. Terwijl Wattrel wel, volgens mij. Of is dat een physical attack? Ik weet het niet. Spark. Of dat een physical attack is of een special attack. In ieder geval sneller. Volgens mij is het toch een physical attack. Dus ik ga blijven even defense curl doen. Ik ga mezelf weer verdedigen. Net als in al die andere gevechten. Ja, dan is toch Blissey wel heel erg lekker door in mijn team te hebben. Ik ben er best wel blij mee. Dreepy wordt eigenlijk pas na level 50 een beetje oké. Dus daar hebben we voorlopig nog niet zo heel veel aan. Maar die is voor later wel echt heel goed. Maar deze battle zal het vooral op Blissey aankomen. En natuurlijk op mijn Jumpluff. Nou, de verdediging van Blissey is weer volledig opgepakt. Gaan we nu even heal pulse doen. We gaan nu mezelf even healen voor de helft. Best wel chill dat ik nu die move ken. Oh, ik heal de tegenstander. Oké, dat had ik even totaal verkeerd begrepen. Dan gaan we heal pulse heel snel straks weer ervan afhalen. Want dat schiet dan niet op. Dan moeten we het straks maar even doen met een potion. Die ga ik dan nu geven. En dat wordt gelijk een hyper potion. Want Blissey die heeft gewoon nu al bijna 200 HP, jongens. Holy moly. En Spark doet nu maar 10 HP damage. Dus op deze manier is die Wattrel gelukkig niet echt een probleem. Ik ben ook gewoon nog steeds niet paralyzed. Ik dacht dat Spark mij ook kan paralyzen, maar dat doet hij gewoon niet. Of heb ik een ability waardoor dat niet gaat? Nou, boeien. We gaan Wattrel in ieder geval verslaan. Dat is Pokémon nummer 1. Maar nu komen er wel wat sterkere Pokémon. Blissey gaat een leveltje omhoog. Nu tegen Bellybolt. Oké, Jumpluff, het is nu aan jou. Ik heb de Flying Type uit de weg geruimd met mijn Blissey. Jij mag de rest gaan verslaan als het lukt. Terrestrializen. En Mega Drainer. Let's go. Je bent best wel wat leveltjes hoger, dus ik hoop dat jij dit kan. Bellybolt is ook echt een hele toffe shiny. Die is helemaal geel. Dan lijkt die echt heel erg op een Electric Type. Die zou ik op zich ook wel in mijn teampje willen hoor, jongens. Vind ik ook gewoon een leuke Pokémon. En shiny is die gewoon nog veel leuker. Oké, de Mega Drain werkt goed. Oh, maar ik maak hiermee Bellybolt blijkbaar wel sterker. Oh, maar dat doet niet zo heel veel pijn, want ik ben nu natuurlijk een Grass-type. Dus Electric-type moves, ja, die hebben niet zo heel veel meer op mij. Dus ik moest ook echt terrestrializen. Anders ben ik natuurlijk ook een Flying-type en dan kan ik keihard genakt worden. Dus de terrestrializing is in dit geval voor mij heel goed, omdat ik hier gewoon een Grass-type mee word. Oké, dit is Pokémon 2 van Iono die we verslaan. Gaat lekker. Maar haar laatste Pokémon, die wordt echt pittig. Want dat was Miss Majors. Dat weet ik nog wel. Een Miss Majors die een electric type werd. Misschien is Luxio ook nog wel lastig. Ik weet niet of Luxio een verrassing heeft. Die kan volgens mij ook Crunch misschien al wel. In ieder geval kent hij Bite. Dus hier zouden we Dreepy sowieso niet tegen in kunnen zetten.
Dus ik hou eventjes vast aan mijn jumpluff die wat levels hoger is. Oké, Luxio gaat ook wel best wel snel kapot. Oh, maar die Mega Drain en mijn Blissey combinatie is wel heel fijn. Dat is echt letterlijk de reden waardoor ik nog best wel ver kom. Ik had ook andere shinies kunnen hebben, waarbij het echt nog veel en veel en veel moeilijker werd allemaal. Deze twee samen, die kunnen toch best wel wat bewerkstelligen hoor, jongens. Oké, Luxio is gone. Dus nu nog de Miss Mages. Ik hou gewoon vast. Ik blijf gewoon proberen om dit met Jumpluff te doen. En als dat niet lukt, dan heb ik mijn Blissey nog als backup. Hallo, Miss Mages. Ik ben echt wel een beetje bang hoor voor Miss Mages. Daar is Mega Drain. Ik zal Miss Mages 3 keer moeten raken. Ik ben, nou misschien wel 4 keer zelfs. Miss Mages gaat voor Hex. Dat doet pijn, maar niet heel veel. Gelukkig hebben zij ook niet heel veel super effective dingen op mij. Dat scheelt heel erg. Want als ze dat wel hadden, dan zou het echt wel een stuk lastiger worden. Maar het is een beetje, we hebben allebei geen super effective dingen op elkaar. Dus, oh, maar ik word wel confused nu. Dat is wel vervelend. Als ik jou was, had ik dat een beurt eerder gedaan, Miss Mages. Ik ben confused, maar ik raak... Nee, ik sla mezelf toch. Miss Mages komt weer aan met Hex. Ja, als ik mezelf nu gewoon 4 keer achter elkaar sla, heb ik alsnog een probleem. Maar oké, deze Mega Drain raakt. Is het dan klaar met Miss Mages? Het is klaar. En we pakken een nieuwe badge. De 3 musketeers kunnen het alsnog gewoon met z'n drietjes, jongens. Ah, ik ben wel blij. Ik ben wel blij dat dit lukt. Daar gaat hij. Lekker gedaan, Jumpluff. En ook heel goed gedaan, Blissey. Oh, en daar is weer een nieuwe badge. We gaan nog steeds hartstikke lekker. Hopelijk vinden we in de volgende video toch weer een shiny. Misschien als jullie minimaal 500 duimpjes omhoog doen, dat we hem dan wel hebben. Dus knal die duimpjes omhoog en abonneer als je van Nintendo houdt. Want dan moet je op dit kanaal zijn. Ik zie jullie bij de volgende video. Mazzel!